Na jarenlang academici te hebben afgeleverd voor de gemeenschap, is er nog veel werk aan de winkel voor de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS. De hoogste onderwijsinstelling van Suriname viert morgen haar 55-jarig bestaan. En Shanti Venetiaan, voorzitter van het ADECUS-bestuur, zegt dat er nog veel winst te behalen is voor de enige universiteit van Suriname. Venetiaan is tevreden met de rol die ADECUS heeft kunnen vervullen in de Surinaamse maatschappij. Maar ze kijkt ook uit naar al hetgeen dat nog moet gebeuren. Maar de universiteit is een heel belangrijk instituut voor Suriname. We leiden het hoogste kader op en we leveren eigenlijk aan de maatschappij, zeg maar de overheid, bedrijven, allerlei instanties, leveren mensen die dus op een hoger niveau bezig kunnen zijn. Venetiaan geeft verder aan dat de ADECUS door de jaren heen een uitbreiding van opleidingen en faculteiten heeft gekend. Zo zijn er enkele jonge faculteiten die in de toekomst moeten gaan bloeien. Er wordt nu nog veel gekozen voor de traditionele opleidingen zoals rechten, economie en geneeskunde. Venetiaan zegt dat de universiteit ook probeert de interesse voor andere opleidingen te wekken bij potentiële studenten. Wij proberen juist meer en meer ook uit te leggen aan jongeren op de middelbare school en zo van hou rekening mee dat je met zeg maar wat een bachelor Nederlands kan je ook dit gaan doen of een bachelor geschiedenis, bachelor wiskunde, dus een beetje los van de traditionele. En we proberen dus, net wat ik eerder al zei, onze opleidingen te moderniseren. Dus in ieder geval dat je meegaat met de tijd en met de vraag die er is. Friedrich, toch? Morgen wordt er een standbeeld van Anton de Kom onthuld op het ADECUS terrein. En in de avond zal de traditionele disrede gevoerd worden in de Centrumkerk, waarvan het thema is Wij zijn de Universiteit van Suriname.